Zijde van de Kamer heeft zich één spreker met spreektijd aanvankelijk in aangemeld. Mogelijk komt daar nog een tweede spreker bij, maar ik geef als eerste van de zijde van de Kamer het woord aan de heer Bosma. Die zich ingeschreven heeft voor 15 minuten, dus wij gaan naar u luisteren. Gaat u gang. Ja, maar het kan ook langer zijn, voorzitter. Dank dat u ondanks dit bijna middernachtelijke uur nog even zo vriendelijk wilt zijn om dit voort te zitten. Dank ook dat u het vorige debat wat heeft laten uitlopen, zodat de mensen eerst even naar de wedstrijd van Ajax konden kijken en dat het miljoenen publiek nu kan inschakelen op dit cruciale debat. Dat waardeer ik bijzonder, voorzitter. Ja, het is toch een heugelijk feit. Het is de eerste keer dat minister Slob iets naar de Kamer stuurt op het gebied van media. En dat wilde ik toch niet zomaar laten passeren. En met iets. Hij heeft niet zomaar iets naar de Kamer gestuurd. We hebben een aantal brieven van hem gehad. Maar nu echt iets echt substantieel. Een heuse wijziging van een wet. Hulde, zou ik zeggen. De afscheidsreceptie van de minister is bijna in zicht, maar hij komt op de valreep toch nog met een echte wetswijziging. Met een memorie van toelichting van maar liefst 4 pagina's. Een mooie opbrengst, zou ik zeggen, van 2,5 jaar ministerschap. Toe maar, Arie, ik hoop niet dat je overwerkt bent geraakt. Een burn-out is tenslotte zo opgelopen. Ja, schokkend dat er zo weinig belangstelling is van de zijde van de Kamer. Fijn dat de heer Yassini zijn grondwettelijke taken vandaag uitvoert. Een diepe buiging in zijn richting, voorzitter. Het gaat om een begroting van 850 miljoen euro. Het is de taak van de Tweede Kamer, der Staten-Generaal, toe te zien op de besteding ervan en de regering te controleren. Dan krijgen we voor het eerst iets van dit kabinet, een stukje wetgeving. En dan is niemand er, behalve nogmaals de heer El Yassini. Alleen de PVV en de VVD willen de regering blijkbaar nog controleren. De rest zit waarschijnlijk in een praatprogramma bij de staatsomroep te shinen en de presentator te likken. De essentie van deze wetswijziging betreft de verlaging van het minimale aantal leden voor een omroep. Dat gaat dus van 150.000 naar 50.000. Dat ligt in lijn met het opruimen van het onderscheid tussen de A, B en C omroepen die we vroeger hadden. Ooit moest je 400.000 leden hebben om een A-omroep te worden. Nu is de grens voor de grote omroepen al teruggebracht tot een lausie 300.000 en de lat gaat lager en lager en lager. Ik vind dat vreemd, voorzitter. Ik mag inmiddels 13 jaar mediawoordvoerder zijn voor mijn partij. Minister Slob is mijn vierde minister. Plasterk, Van Bijsterveld en Sander Dekker gingen hem voor. En al die ministers begonnen al hun debatten met dezelfde grijze langspeelplaat over de geweldige legitimatie van het omroepenstel. En waar bleek dat uit? Nou, dat bleek uit het ledental van die omroepen. Dat waren bij elkaar miljoenen mensen en dat bewees me mooi het draagvlak van het omroepenstel. Voorzitter, is dat nog steeds de mening van de minister? En zo ja, waarom moet de drempel steeds lager? De leden verdwijnen met tienduizenden tegelijk. Kent de minister ook het onderzoek dat aan het licht bracht dat 10% van de leden bij nader onderzoek dood blijkt te zijn? Wil de minister eens de stofkam halen door al die claims van aantallen leden? Gewoon eens aanbellen bij de nabestaanden. De tweede legitimatie van al die omroepen zou hun bijdrage tot diversiteit zijn. Ze zouden een afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving, de aloude zuilen dus. Maar al een jaar of 10 geleden vroeg ik aan CDA-mediawoordvoerder Joop Atsma of hij een voorbeeld kon geven van het katholieke van de KRO. Dat kon hij niet. Dat snap ik wel. Er is ook niks katholieks meer aan de KRO. En vervolgens zijn ze ook nog eens gefuseerd met de nazaten van Maarten Luther. Wat is dan je identiteit? Ze profileren zich tegenwoordig, die fusieomroep, met woorden als nieuwsgierig en grensverleggend, of welke teksten hun marketingbureau ze die dag ook heeft aangeleverd. Het zijn allemaal organisaties, voorzitter, op zoek naar een reden van bestaan, naar een reden voor subsidie. Een andere omroep, voorzitter, kan de minister mij bijvoorbeeld uitleggen waar BNNVARA nog voor staat. Socialisten die fuseren met jongeren of zoiets. En voor zover de programma's nog enige identiteit hadden, worden die allemaal platgewalst door de zendercoördinatoren en genrecoördinatoren van de NPO. Die er één grote politiek correcte eenheidsworst van maken met veel geneuzel over het klimaat. Dat er heel veel racisme is, dat er 278 genders zijn en dat Trump een tweede Hitler is. Beetje de ideeën van D66 kortom. En dan Peter R. de Vries er nog aan toegevoegd, het geld moet toch op. En wat voegen al die omroepen nou precies nog toe?
En die vraag is belangrijk, want met deze wetswijziging bewijst de minister dat hij wil doorgaan met die omroepvereniging. In plaats van te zeggen, het is mooi geweest, jullie zijn bijna 100 jaar oud, tijd voor een stukje onvrijwillige euthanasie. Sterker nog, de minister wil in de nieuwe concessiewet die clubs juist meer macht geven. Is mijn indruk juist dat de media-ideeën van deze minister zijn samen te vatten in twee letters. De letter E en de letter O. Dat gedoe met die omroepverenigingen kost de belastingbetaler bakken met geld. Het is vreselijk omslachtig en leidt tot oneindige kantoorpolitiek. Vergaderen, coördineren, afstemmen, nog meer vergaderen, nog meer coördineren, nog meer afstemmen. Je gunt het je ergste vijand niet, de slangenkuil van het mediapark. Er is dan ook geen enkele transparantie. Echt niemand weet nog waar het geld blijft, behalve in de zakken van een paar handige jongens die zich inzetten voor verbinding en inclusie. Die genieten van hun linkse privileges in hun Porsches en Maseratis. Het is een bizarre constructie. Omroepverenigingen zijn private organisaties die binnen het publieke domein opereren. En die verenigingen hebben reserves van bij elkaar van meer dan 200 miljoen euro. Dat geld is van hun, niemand kan daarbij. Maar dat geld hebben ze verdiend in een omgeving die gefinancierd is met belastinggeld. Bizar. En kijken ze rond in Hilversum, voorzitter, het staat helemaal vol met peperdure, kolossale villa's. De verenigingen konden die kopen dankzij de belastingbetaler, maar de belastingbetaler heeft er helemaal niets meer over te zeggen. En hoe werkt dat allemaal in de praktijk, voorzitter? Nou, de Rekenkamer was zo vriendelijk vandaag met een rapport te komen dat mijn gelijk meer bewijst dan dat ik de afgelopen 13 jaar had kunnen dromen. Het is een ontluisterend rapport. Nou, een paar voorbeelden voor het, voorzitter. Floortje Dessing, die het hele jaar in een vliegtuig zit voor een beter klimaat, maakt een programma voor BNNVARA en daarin laat ze zien hoe ze werkt aan haar vliegschaamte. En toen dacht ze, weet je wat, ik stop dat programma gewoon in mijn eigen productie-BV'tje. Uiteraard had zij daarbij vooral oog voor het belang van het milieu en de ijsbeertjes. Ze is tenslotte een echte idealist. Maar plotseling was het programma dan 40% duurder geworden dan daarvoor. Graai schaamte kent de linksmens niet. Maar geen probleem, de belastingbetaler trekt wel even de portemonnee. Of liever gezegd, minister Slob trekt de portemonnee van de belastingbetaler. Of beter gezegd, hij rolt die. Want de NPO krijgt er gewoon 40 miljoen bij. Vooral bij de VARA, de omroep van de PvdA, weten ze de weg naar de kassa goed te vinden. VARA, dat staat voor Vereniging Arbeiders Radio Amateurs. En daar paste Matthijs van Nieuwkerk een soortgelijk trucje toe. Toen hij het programma College Tour overnam van Twan Huis, eiste hij dat de productie overging naar Medialeen, een bedrijf in eigendom van een vriendin van hem. De kosten explodeerden onmiddellijk met 42,7%. De wereld graait door. En Twan Huis eiste ook nog een fee, omdat, zei hij, dat format van College Tour van hem is. Vreemd, want hij had het ontwikkeld terwijl hij op de loonlijst stond van een staatsomroep. Ondertussen is hij al naar RTL vertrokken, waar hij 1 miljoen per jaar toucheert. Dezelfde Huis was eerst een publieke omroepidealist die graag mensen die zich verzetten tegen de massa-immigratie wegzet als nazi's. En zo zien we het overal bij de NPO. Kijkers wordt de maat genomen, het zijn populisten. Het is allemaal grauw, dat dient te worden opgevoed tot aanbidders van de klimaatreligie en brave onderdanen van de diversiteit. Maar deze moreel superieure types blijken in de praktijk platvloerse graaiers. En de situatie is alarmerend. De NPO heeft er geen grip op. De minister heeft er ook geen grip op en daarom heeft de Kamer er ook geen grip op. Het paard is volledig op hol geslagen. En de Kamer kijkt de andere kant op. Diverse moties die pleiten voor transparantie op programmaniveau haalden allemaal geen meerderheid. We schijnen het ook niet te willen als Tweede Kamer. Prima, we zien nu wat het gevolg is. Voorzitter, waarom heeft deze situatie bij de NPO zich zo kunnen ontwikkelen? Waarom is het zo gierend uit de klauw gelopen? De minister heeft toch een waakhond? Een waakhond die Commissariaat voor de Media heet. Die zal toch wel als een pitbull aan de bel hebben gehangen. Maar waarom moet het dan in hemelsnaam de Rekenkamer zijn die de beerput op het mediapark openscheurt? Nou, dat is simpel. De voorzitter van de NPO is van D66. En we lezen dat zij goed bevriend is met minister Ollengren van D66.
En daarnaast hebben we nog de mevrouw die jarenlang de baas was van het commissariaat van de media. Die was ook van D66. Mevrouw de Kok-Buning. Zij vertelt in de krant dat ze graag een biertje drinkt met minister Ollengren van D66. Ook vindt zij dat mevrouw Ollengren de volgende minister-president van Nederland moet worden. Vervolgens vraagt mevrouw Ollengren aan deze mevrouw om leiding te geven aan de EU versus Disinfo, een soort geheime dienst die nepnieuws moet gaan opsporen. Dus beide dames, zowel de voorzitter van de NPO als de voorzitter van het commissariaat, zitten dus gezellig op de bank bij mevrouw Ollengren, die weer getrouwd is met een tv-producent die weer levert aan de NPO, waaronder het programma Lubach. Ondertussen is ook de hoogste mediaambtenaar van dit ministerie een D66 mevrouw, iemand die in Dagblad Trouw vertelt een politieke carrière te ambiëren via D66. Kortom, voorzitter, een D66er bestuurt de staatsomroep, een D66er is de hoogste mediaambtenaar in zaken de staatsomroep, een D66er controleert de staatsomroep. En samen zitten ze allemaal gezellig op de bank bij D66-minister Ollengren. In de DDR-top bestond meer politieke verscheidenheid, voorzitter. Vinden we het gek dat de zaak zo gierend uit de klauw is gelopen, zoals vandaag bleek uit het rapport van de Rekenkamer? Vinden we het gek dat de boel van kwaad tot erger is gegaan? Vinden we het gek dat de Rekenkamer bikkelhard is over het gebrek aan transparantie bij de staatsomroep? Vinden we het gek dat eerder de Boston Consulting Group ook al schreef: sorry, we kunnen niet verder kijken dan het huidige stelsel. Oftewel, wij vermoeden ook lijken in de kast. Nee, dat vinden we niet gek. Die D66-mevrouw die inmiddels weg is bij het commissariaat, waar ze er een enorme bende van heeft gemaakt, met een ongelofelijk verloop onder de werknemers, zonder dat er ook nog maar één kritische opmerking richting de NPO ging. Die mevrouw is trouwens nu weg en verdient een leuk zakcentje bij Netflix. En wat blijkt, ineens is ook het commissariaat mega kritisch over het gebrek van transparantie van de NPO. En recentelijk ontvingen wij een rapport daarover. Een D66er eruit betekent blijkbaar kwaliteit omhoog. Ik wil niet meteen een relatie leggen met het lachgasstandpunt van die partij, maar het valt wel op. En ook vanavond is D66 afwezig in plaats van te doen waar parlementariërs voor worden betaald, namelijk het controleren van de regering. D66 houdt het allemaal liever stil, dat snap ik ook wel. Gaat de NPO niet veel te ver buiten haar boekje te buiten door invloed te hebben op de programma's van al die omroepen? Is dat niet in strijd met de grondwet? De Raad van State zou dat bijvoorbeeld in de gaten moeten houden. Maar ja, wie is de chef van de Raad van State? Nou, dat is een D66er, Tom de Graaf, een ongekozen D66er. En die is weer aangewezen door een andere ongekozen D66er, minister Ollengren. En wie heeft ervoor gezorgd dat de NPO ineens 40 miljoen per jaar extra krijgt, gratis geld? Nou, dat gebeurt op basis van de motie Pechtold. Ik moet toch eens gaan uitzoeken van welke partij die ook weer is. Voorzitter, laten we alsjeblieft niet gaan geloven in complotten en samensweringstheorieën. Dat is nergens voor nodig. Dat schokkende rapport over de NPO wordt trouwens de hele dag al goed stilgehouden door diezelfde NPO. Nergens ben ik het tegengekomen, terwijl ze beschikken over honderden websites, radio- en televisiezenders. Waarschijnlijk waren ze de hele dag met Trump bezig, want die is tenslotte Hitler. Wat moet er gebeuren, voorzitter? Nou, morgen stoppen met die omroepverenigingen, want je ziet, geachte minister, waartoe dat leidt. Geen transparantie en heel veel zelfverrijking. Dus waarom deze maatregel die u nu dreigt te gaan nemen? Hou het simpel en stop simpelweg met al die omroepverenigingen. Ze mogen gerust voortbestaan, laat ze lekker in hun sop gaar koken. Maar stuur ze gewoon een appje. Per heden maken wij geen gebruik meer van uw diensten. Zo simpel is het en het scheelt de belastingbetaler heel veel geld. En al die excessen die we vandaag zien in dat ontluisterende rapport, die behoren dan meteen tot het verleden. Voorzitter, tenslotte nog even. De D66-mevrouw, die de voorzitter is van de NPO, gaat zich ook steeds meer gedragen als een D66'er. En dat vind ik eigenlijk onfatsoenlijk. Volgens de mediawet is de staatsomroep voor iedereen. Maar deze dame denkt dat zij er vooral zit namens haar partij. Ze gaat nu in actie komen tegen nepnieuws, liet zij vorige week ons als mediawoordvoerders weten. Want nepnieuws, zo stelt ze, dat heeft geleid tot Brexit en Trump. En die vindt ze stom. Niet dat ze dat kon onderbouwen, maar dat zal ze wel ergens opgevangen hebben, waarschijnlijk bij de NPO. Maar het hele verhaal over nepnieuws is al lang ontkracht. Ook in een rapport van haar partijgenoot Ollengren, die haar hele minister ophing aan deze hersenschim.
Het enige nepnieuws bleek de minister zelf. Er was helemaal niks van waar. En de voorzitter van de NPO is net als die Japanse soldaat die in 1974 nog uit het oerwoud kwam. Hij dacht dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds aan de gang was. Niemand had hem iets verteld. Shula Rijksman denkt dat de oorlog tegen nepnieuws nog steeds aan de gang is. Niemand heeft daar iets verteld. Vraag aan de minister. Op grond van welk artikel van de mediawet gaat de voorzitter van de NPO een conferentie organiseren tegen wat deze D66er dan noemt nepnieuws? Graag het exacte artikel. Of moeten we eerlijk zijn en stellen dat deze mevrouw haar boekje ver te buiten gaat? Wat gaat deze minister dan doen? Ik neem aan niks. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Er is een interruptie? Nee? Oké, dan zijn we klaar met de zijde van de Kamer. Oh, u wil zelf een... dat is helemaal prima. Dan geef ik het woord aan de heer El Yassini van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Volle bak, zie ik al.